Ja, de machine. Om die omzicht te beschadigen. Ja, die draait weer op volle toeren. Ja, daar waren ze al een tijdje mee bezig. Ja, kijk, in eerste instantie stuurde de VVD een man vooruit. Ja, dat was toen die Henk Kamp, weet je nog? Die Henk Kamp, die kwam even vertellen dat hij niet helemaal zeker wist of de omzicht wel fysiek in orde was om premier te worden. Of dit, hè? Dat ging je allemaal twijfel zaaien. Daar gaat het om, vrienden. Twijfel zaaien. Dat hebben ze allemaal in Amerika geleerd. En dat proberen ze daar na te doen. En na Kamp, toen stuurde D66 een man vooruit. Die Pechtold. Ja, ze nemen allemaal van die oude knakkers. En die Pechtold, die ging eventjes twijfel zaaien over of hij wel een leider genoeg was. Ja. Toen kregen we die. Maar het is kennelijk allemaal nog niet genoeg. Want hij blijft maar stijgen in die peilingen. Die omzicht. Dus nu heeft de CDA een mannetje vooruitgestuurd. Nou, die was daarbij op 1. Buma, die burgemeester van Leeuwarden. En dan moet je opletten hoe dat dan gaat. Ik ga even een paar zinnetjes voorlezen, vrienden. Dit is zo naar. Dit is zo verschrikkelijk laag. Ja, dat zeg ik al zo vaak. Daar kan niet eens een limbo danser onderdoor. Die krijgt daar hernia van. Zo laag is het. En hier, moet je opletten wat zo'n Buma dan zegt over Omtzigt. Hè? Die heeft 16 jaar met hem samengewerkt. En die zegt dan, ja, over die samenwerking ben ik heel terughoudend. Daar begint het dan mee, hè? Dat is het dan. En dan zegt hij, de eerlijkheid, mijn eerlijkheid, gebiedt mij te zeggen dat het een ingewikkelde periode was. Ja, begrijp je? Hij komt niet met feiten, hij gaat niet zeggen wat er nou allemaal zogenaamd niet deugde aan de omzicht. Nee, we houden het een beetje vaag en het is allemaal, het is zo gemeen allemaal. Ja, want hier kun je je nooit tegen verdedigen. En dan zegt hij bijvoorbeeld, maar nou komt hij, hè? Nou komt hij, dit is hem. En dan maakt Buma hem even af en die zegt, er zit bij mij veel verleden in die 16 jaar. Ja, maar daar ga ik niks over zeggen. Nou, ik word hier heel erg beroerd van. Van dit soort aanvalletjes. Gadverdamme Buma en CDA. En die aanvallen, dat is ook allemaal zo flauw en zo kinderachtig. Maar weet je wat nog erger is? Het is in dit geval het CDA. Het CDA heeft zich al misdragen met ten opzichte van die omzicht. Die hebben ze al heel, heel slecht behandeld. Hele zogenaamd, we zijn zo christelijk. En nu doen ze het weer. Terwijl ze in hun vaandel, want daar adverteren ze de hele tijd mee, dat ze normen en waarden hebben en fatsoen. Hey, jongens, schrijf dat woord nog eens een keer goed op daar bij dat CDA. Fatsoen.